Susanne, een deelnemster aan Merit at First Sight, heeft genoeg van de overweldigende stroom internetrollen die het liefdesprogramma teisteren. Met een vriendelijk verzoek richt ze zich tot de kijkers, die niet tevreden zijn met wat ze op het scherm zien, en vraagt hen om hun tijd elders te besteden. Hoewel Merit at First Sight momenteel in de schijnwerper staat, is de aandacht niet bepaald positief. Zowel presentator Carlo Bossart als de deelnemers worden bedolven onder kritiek. De verwachting is zelfs dat alle koppels uiteindelijk besluiten hun ringen in te leveren tijdens het eindgesprek. Anneke lijkt momenteel het meest onder de negatieve aandacht te staan. Haar afwijzing van huwelijkspartner Dirk wegens zijn leeftijd en de uitspraak dat ze hem niet meer wil zien, zorgen voor veel commentaar van zowel kijkers als critici. Ook Suzanne, die geen aantrekkingskracht voelt tot Bastiaan omdat ze liever iemand als winstig Gerstanovic voor het altaar had gezien, krijgt een flinke dosis negatieve reacties te verduren. Desondanks besluit Suzanne haar stem te laten horen. Op Instagram deelt ze een bericht dat oproept tot vriendelijkheid. De bakkelende die we over ons heen krijgen, loopt de spuigaten uit. Als je graag realityprogramma's zoals MAFS en BNB wilt blijven kijken, doe dat dan met wat meer vriendelijkheid. Ook de kandidaten zijn maar mensen, begint Suzanne haar bericht. Ze gaat verder, maak er geen sport van om ons online zoveel en zo hard mogelijk te kwetsen. Dat is nergens voor nodig. Als je ons niet leuk vindt, zap dan weg. Al dus Suzanne, mede kandidaat Journey, met wie het beter lijkt te klikken, deelt het bericht ook. Het lijkt erop dat de deelnemers hun grenzen aangeven te midden van de digitale kritiek.